Nou, de conclusie is binnen. Trump spande niet samen met de Russen volgens de aanklager die dat onderzocht. Of eigenlijk volgens de samenvatting van het rapport van de aanklager die het onderzocht. Dus zou je zeggen, dat hoofdstuk kunnen we afsluiten. Toch? Nou, nee. So it's complete exoneration, no collusion, no obstruction. Thank you very much. Nou, een volledige vrijpleiting was het niet, maar het was in elk geval goed nieuws voor Trump. Maar dit verhaal heeft inmiddels nieuwe dimensies gekregen. De president eist wraak, de Republikeinen gaan Hillary Clinton nog een keer onderzoeken, de Democraten zijn woedend en eisen inzage in het volledige rapport en tegelijkertijd roept iedereen dat ze eigenlijk vooral dit hele gedoe achter zich willen laten. Oké, waar te beginnen? Nou, laten we beginnen bij de Democraten. Die hebben een punt als ze zeggen, ja, maar wacht eens even, we willen het hele rapport zien, want we moeten het nu doen met een samenvatting van 4 pagina's van de minister van Justitie. Die minister van Justitie is aangenomen omdat hij aan Trump had gezegd, ik denk dat u nooit vervolgd kunt worden voor het tegenwerken van het onderzoek. En nu zegt hij, oh, u heeft het onderzoek inderdaad niet tegengewerkt. Vandaar dat Democraten zeggen, ja, op het woord van die man, daar vertrouwen we niet op. I've read the letter, which I think it's important to remind people, was written by Attorney General Barr, a political appointee of the president, and not Special Counsel Mueller. So it raises, I think, just as many questions as you might well imagine. De oppositie denkt dat er dingen in het rapport staan, het volledige rapport, die wel degelijk schadelijk kunnen zijn voor Trump. En ze zeggen dus dat ze 2 april alle tekst op tafel willen hebben. En misschien ook wel gaan vragen naar onderliggende documenten, misschien naar allerlei getuigenissen. Zij willen alles op tafel. Republikeinen maken daar niet veel haast mee. He's already indicated he wants to be as open as possible. I trust him to do that. If at the end there are questions, this is a good, that'll be a good time to look at it. De Republikeinse reactie is sowieso opmerkelijk. Aanvankelijk zeiden ze, nou, het is klaar, we weten, de president is nergens van schuldig. Je mag hem ook van niks anders meer beschuldigen en wij gaan weer aan het werk. We laten dit achter ons, we focussen op wat het land nodig heeft. Dit zegt de fractievoorzitter van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Sunday was a very good day for America. Regardless of where you stand politically, it's a moment in time that we got the answer to the question. It was a very clear answer, no collusion. It is a moment in time that America can now move forward. Dat was ook de positie die het Witte Huis aanvankelijk innam. En wij gaan gewoon door met regeren. Maar ja, Donald Trump wilde natuurlijk een ererondje maken. Die wilde de zegen opeisen. En hij ging van, hey, ik heb altijd al gezegd dat ik onschuldig was, naar de mensen die dit onderzoek begonnen hebben, die zijn evil, die zijn kwaadaardig, die moeten gestraft worden. It was a terrible thing. We can never let this happen to another president again. I can tell you that. I say it very strongly. There are a lot of people out there that have done some very, very evil things, very bad things. I would say treasonous things against our country. Rechts is dus op oorlogspad. Je zou zeggen, wees blij dat je persoonlijk niet vervolgd wordt, maar nee, het gaat een stap verder. En conservatieve commentatoren eisen ook excuses van bijvoorbeeld journalisten die bericht hebben over het onderzoek. Alleen al het feit dat ze het erover hadden, is al verdacht in hun ogen. Dat is onder andere wat Sarah Sanders zegt. Maar ze maakt ook een ander punt. Ze zegt, er is iets heel heftigs gebeurd. Links heeft bijna 2 jaar lang verkondigd dat deze president een soort spion van Poetin was. Dat blijkt nu niet het geval te zijn. En dat was misschien veel te ver. Actually over 2 years and accused the president, the United States president, of being an agent of a foreign government. Take a second and let that sink in. Het verspreiden van leugenachtige complotten is schandalig, zegt de woordvoerder van de man die beweerde dat Barack Obama geen Amerikaans staatsburger was, dat Hillary Clinton een crimineel was en dat de vorige regering zijn Trump Tower liet afluisteren. Maar goed. Conservatieve parlementariërs willen ook onderzoek, maar dan niet naar wat die speciaal aanklager allemaal gevonden heeft. Nee, zij willen een onderzoek naar hoe dat onderzoek begonnen is. Die hoax, zoals ze het omschrijven, van linkse mensen. Misschien moeten we ook wel weer gaan kijken naar de Hillary Clinton campagne. Ja, ja, laten we daar naar gaan kijken. When it comes to the FISA warrant, the Clinton campaign, the counterintelligence investigation, it's pretty much been swept under the rug, except by a few Republicans in the House. Those days are over. Het is een beetje een achtbaan waarin we zitten. 2 jaar lang riep Trump dat dat hele onderzoek een heksenjacht was geleid door boze democraten.
Toen kwam het eigenlijk in zijn voordeel naar buiten en is het, oh, eervolle man, die Mueller. Nu zijn we weer terug bij van, het is een walgelijk complot om mij kapot te maken. En waarom zijn we weer terug op dat punt? Omdat dat gevoel van ressentiment, het gevoel van ze willen ons naaien, ze zijn erop uit om ons klein te maken, dat werkt politiek gezien voor deze president en daarom pusht het Witte Huis dat weer. Tot zover deze Trump Update. Luister ook eens een keer, als je wilt tenminste, naar onze podcast Bestemming Witte Huis. Je vindt hem op iTunes en Spotify. Tot de volgende keer.